zaken welke in het parlement worden aangegeven, worden aangedikt, dat wordt er vastgelegd voor het nageslacht. Wat regering Bouterse adien de afgelopen 5 jaren hier allemaal heeft gezegd in het parlement, wat is dat nou voor de geschiedenis? Hoe moeten wij daar tegenaan kijken? De vraag stelden wij aan NPS-parlementariër Patricia Etnel, die er als volgt op reageerde. Volk, mevrouw Etnel vraagt waar gewezen minister Hoefdraad is. Ja! Ja, ik ben blij met het uitreisverbod van de PG. Ik ben er echt blij mee. Ik ben ook blij dat de PG het besluit heeft genomen om de grenzen te sluiten. Dat hij het land uit mag. Want dat betekent dat als hij niet in het land is, dat wij mogen vragen als Suriname dat hij wordt uitgeleverd. Dus dat is een heel goede stap van de PG. Om ervoor te zorgen dat we hem ook kunnen laten uitleveren, wanneer ook in de toekomst. Dus hij moet niet denken dat hij vrij uitgaat. Maar ik ben van mening dat hij weet hoe het hoort. Dus hij moet in het land zijn en hij moet zich laten vinden. Toch? Want hij moet komen verklaren. We weten wat we allemaal over hebben gehouden van de besluiten van meneer Hoefdraad. Tenminste, team Hoefdraad, want hij was er niet alleen bij. De hele regering zat erachter. De vorig parlement die in de coalitie was, heeft hem allemaal zo breed uitverdedigd. Ja? Maar belangrijk is nu dat wij antwoorden willen hebben. Belangrijk is nu dat wij corruptie niet meer accepteren. Belangrijk is nu dat wij de mensen die het land, de toekomst van dit volk willen vernietigen, dat wij het niet meer accepteren. Akaba. We willen gaan naar leiders die weten hoe het hoort. Leiders die weten dat ze juiste besluiten kunnen nemen. Niet alles zal koffiedicht zijn, dat wasabi. Maar het mag niet zo zijn dat je denkt dat een staatskas naar je spaarpot. Toch? Het mag niet zo zijn dat je denkt dat een staatskas naar je Sinterklaas gegeven. Dat is het niet. Absoluut niet. We hebben nu echt leiders nodig die daadwerkelijk gaan werken. En daarvoor hebben we gekozen. We hebben nu regering Santokki Brunswijk. We hebben daar geloof in. We kijken ernaar, althans ik. Ik zal kritisch alles volgen. En dat zeg ik overal waar ik ben. Kritisch. Van mevrouw Etnel mag je oppositie en coalitie verwachten. Want de wet kwam besluit. Bij Usabi dat Kondre no habi boomving. Mevrouw Etnel gaat de stem laten horen. En iedereen zal zeggen waarom. Maar Odo Sataki mi boom in de toekomst. Na 2025 zullen ze zeggen, ay, het was goed dat ze de stem heeft laten horen. Want dat zijn we er nog. Ja, die poppets van de string, de mensen die allemaal napraten, het is de tijd is voorbij. We praten niet na. We willen een beter Suriname. Echt waar. Dus laat meneer Hoefdraad een exempel zijn voor allen die nu zitten van, if you do sansa no boom, you do sansa kroek toe, PG, ogo, zorg dat ik ook vervolg you en we stroten you. Want je mag het niet doen. We hebben een land op te bouwen. We hebben niet een land die we moeten afbreken. Nee, daar sta ik niet achter. Ik ga voor opbouwen en ik ga voor een beter Suriname. Als u teruggaat na enkele maanden, of laat ik zeggen de afgelopen 5 jaren, mevrouw Etnel, de zaken welke gewezen minister Hoefdraad dus hier heeft voorgehouden in het parlement. We weten dat alles hier in het parlement wordt vastgelegd. Wat zegt dat van dat stukje geschiedenis van voor het nageslacht? Zijn dat waarheden, onwaarheden, dat hier steeds is voorgehouden aan het volk? Dus ik kan zeggen, als we kijken naar de zaken die hier gebracht zijn door meneer Hoefdraad, maar meer nog door de regering Bouterse II, dan is veel niet op waarheid berust. En dat is iets wat ik vaker heb gezegd. Wij willen de waarheid. Want aan de waarheid hebben wij meer. En daarom wacht ik die analyse en die presentatie van wat meneer Santokki als president overneemt samen met zijn team. Ik wacht het af.
Want dan gaat de samenleving zien. Sanna denkt, de fingriti. Zat de man die toe leek besluiten de afgelopen 5 jaar. Dus vergelijkingsmateriaal. Tuurlijk. We hebben het nodig. Toch? Want wanneer we hier spraken in het parlement, toen in de oppositie, van dit is niet juist, dit is niet correct, dan waren menig een het niet eens. Ja, hebben ze vonden ze van ja, mevrouw Etnel, het takkolo zo tani, dang die molen zo neng, zijn minus pang. Want met taki, te met tak tap niet reti, dan heb ik geen problemen wat je mevrouw Etnel wil zeggen. Het tang tak tap in reti. Ja? En we hebben gezien wat het uiteindelijke resultaat is geworden. We zijn gedowngraded als land. Toch? Nu zitten we niet voor gewone problemen. We zitten voor machtig grote problemen. En wanneer hier steeds werd gezegd door de vorige regering, alles komt goed, we gaan uit het diepdal komen, we zien een mooie horizon, toch? We gaan lopen in kokosvelden, we gaan lopen in ananasvelden en al dat soort velden. Vandaag aan de dag, wat hebben we? We moeten weder opbouwen, we moeten niet verder opbouwen, we moeten weder opbouwen. Dat betekent, adjust, we beginnen opnieuw. En dat is een trieste zaak. Dat is niet iets dat we kunnen nemen voor lief. Dus de geschiedenis dat voor ons wordt achterlaten is eentje van wijsheid dat we moeten nemen voor de toekomst. Om lering eruit. En we moeten de toekomstige politici ook leren van nokom en denken van hey, nou een roadshow. Je long kon dat je sorry strefi. Dat ik weet want je denkt naar graptekie. Nee, toekomstige politici moeten leren dat wanneer je vindt dat je in de politiek wil stappen, dat je het moet doen voor land en volk. In fetige desma, wanneer dempo te drapen, in een jongen, jongen, lekker een artiest, dat je ko in een systeem. Je kon lekker een leider voor charwan betere kind aan volk. Want er zijn mensen die met hun bronfiets gaan naar de stembus. Kan die Allah stopten zo olie als ma abi voor gaan naar stembus. Ik go stem. Je hebt mensen zijn etrap de fiets gaan naar stembus. Kan daar worry, maar ik go stem. Ja sma zei waka gaan naar stembus. Want de naman paibus, maar de go stem. En waarom? Omdat ze een beter Suriname willen. Omdat ze betere leiders willen. Omdat ze willen dat er een toekomst voor hen is. Daarom gaan ze naar de stembus. Niet omdat ze het leuk vinden. Dus laten wij ervoor zorgen dat we nu een betere geschiedenis maken. En dat de regering van Tokkie Brunswijk een beter systeem achterlaat. Betere voorbeelden. Voorbeelden waar we naar kunnen opkijken als land en als volk.